De Peking Express Race nadert zijn finale. Go, 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 go. Meer dan 6000 kilometer zijn al afgelegd in het spoor van de Trans-Siberische Express. Dat loopt van Moskou helemaal naar Peking. Deze 9e etappe gaat van Ulaanbaatar naar Tjeur. En zo heeft de Peking Express het hart van Mongolië bereikt. In deze amulet-etappe zijn er bij de proef en aan de finish ook extra amuletten ter waarde van elk 10.000 euro te winnen. Welke duo's blijven in de running voor de overwinning en maken kans om hun amuletten in te ruilen voor telkens 10.000 euro? Vorige week trok de Peking Express het boeddhistische Mongolië binnen, waar weer één duo de race moet verlaten. De oudsten van elk team gaan om ter snelst naar een klooster voor de proef. Maar daarvoor komt het al tot een uitbarsting. Wij hebben nooit wat gedaan. Elias is kwaad dat Hans Reinier verteld heeft over een complot. En vooral dat Elias aan de basis zou liggen. Je zat erbij. Ik was er niet. Je zat erbij. Vuile leugenaar. Hans wint de proef en mag als eerste vertrekken om herenigd te worden met Rani. Maar ook daar loopt het weer uit de hand als Elias toekomt. Is het door al de spanningen? Wie weet. Maar de tweeling geeft op. Dat was de meest kut beslissing die ik ooit in mijn leven heb moeten nemen. De finale race is alleen nog belangrijk voor de punten. Yes! Hans en Rani winnen in Ulaanbaatar, waar de tweeling afscheid neemt van de groep. Dit is het ultieme avontuur. 8 koppels met maar één doel. Met 2 euro per dag zo snel mogelijk liften. Van Moskou naar Peking. Kom op, kom op, drive, klootzak. Ze weten niet waar ze terecht zullen komen. Aan welke gevaren ze blootstaan. Don't give me that fucking bullshit. Stel het niet achter. En hoe dit avontuur hun leven zal veranderen. In de hoofdstad van Mongolië komen de laatste 3 duo's 's ochtends samen voor de start van de 9e etappe. Goedemorgen allemaal. Bij deze etappe vallen er weer 2 amuletten te winnen. 1 bij de proef en 1 voor de winnaar van deze etappe. En als we nog eens kijken naar de algemene rangschikking, dan zien we dat Jeske en Elias en Rani en Hans de eerste plaats delen. En Reinier en Klarinka, jullie zullen echt wel veel punten moeten pakken nu. Want als jullie laatste eindigen, dan kunnen jullie de rest niet meer bijbenen. Aan de finish van de etappe vallen er 8, 6 en 4 punten te verdienen. Als Reinier en Klarinka maar 4 punten pakken, mogen ze de finale in Peking vergeten. De etappe van vandaag gaat van Ulaanbaatar naar Tjeur. Maar jullie maken meteen al een flinke uitstap naar het oosten. Want vanavond worden jullie verwacht in Yargalt Khan. En dat is een echte steppe. Bij het checkpoint in de steppe wordt elk duo opgewacht door een Mongoolse nomadenfamilie, waar ze in afwachting van de proef zullen overnachten. Hans en Rani, jullie mogen als eerste vertrekken. Alsjeblieft, envelop. Veel succes. Oké. De leiders in de stand mogen meteen vertrekken. Vooral Hans is blij dat hij de spanningen in de groep achter zich kan laten. Ik heb Elias en Jeske alleen maar gezien tijdens de check-out. Ik heb op dat moment ook geen blik gewisseld eigenlijk met Elias. Zolang dat Elias zijn excuses niet aanbiedt voor hetgeen dat gebeurd is. Hey, je gaat niet in zo'n complot mee met één been. Don't give me that fucking bullshit, Hans. Oké? Okay? Niet als je een huigelaar bent en een leugenaar. Hoe minder dat we van elkaar horen, hoe rustiger dat hier is. Stap er daar gewoon mee. Ik kan best begrijpen dat Rani niet meer tegen die kop van je aan kan kijken. Echt. Kom, dat moet je niet zeggen. Ja, ja, kijk, ze huilt weer, joh. Ze huilt weer. Elias riep ook dat Rani niet meer achter Hans staat. Ze wil je Peking Express niet meer zien, joh. En dat blijft spelen binnen het duo. Ik probeer Hans op zijn gemak te stellen door zoveel mogelijk te herhalen dat ik echt achter hem sta. Soms blijft hij twijfelen, maar dan durf ik ook wel eens kijken. Van, ik kan het u geen 1000 keer zeggen. Hopla. Elias heeft nu zowel Hans als Reinier tegen zich.
Maar zijn vrouw Jeske steunt hem door dik en dun. Ja. Elias is absoluut niet iemand die uit zichzelf nou eens even lekker vet gaat hakken. Helemaal niet. Hij is ook voor harmonie en voor rust. Als je aangevallen wordt, dan is het voor hem heel moeilijk om daarboven te staan. Wacht. Ja, hij snapt het niet, hè? Nog eentje aanhouden. We kunnen het prima. Waarom ons druk maken om anderen, terwijl we het op eigen houtje gewoon prima kunnen? The competition is coming. Understand? Oké, een little? Please. We zijn deze reis samen aangegaan en het blijkt ook, als team gaan we heel lekker. Als we samen zijn, voelen we ons goed en gaat het ook goed. It's a race, it's a race. Schatje, zeg heel veel please. Please, oké. We have to go away here. Oké. Dit busje? Deze auto. De groep is heel klein en ja, iedereen heeft nu onderling wat conflicten met elkaar. Het ligt allemaal wat gevoeliger, merk ik. Dus het zal steeds meer individueel per duo worden. En ja, dat is onze instelling vanaf het begin eigenlijk geweest. Kom. Kijk uit. Ik zou het niet zo leuk vinden als Elias en Jessica het wel zouden halen en wij zouden afvallen. Dat zou ik niet zo leuk vinden. Er is ons onrecht aangedaan. We hebben niets misdaan. Dat zit nog steeds in mijn achterhoofd, moet ik zeggen. Daar. Hoe doen we dat? Daar. Autostop. Autostop. Oké. Kom. Ben je in de tassen? Bye. Nou, moeten we zo snel mogelijk door. Elias en Jeske hebben een lift gekregen tot de rand van de stad op de uitvalsweg naar het checkpoint in de steppen. Ja, die bus kunnen we ook nemen, hè? Als het gratis mag. Maar ja, hoe zeggen we gratis? Oh ja, we weten dat geen geld. Dat weten we toch? We hebben het op Mongols geleerd, of niet dan? Geen geld weten we. Oké, bus. Kom op. Ik heb er zin in vandaag. Wait. Kom, schatje. We gaan mee met al die oude Japanners. We gaan mee in de bus met Japanners. Elias heeft na alle conflicten weer de knop omgedraaid. Ik kreeg het gevoel dat we een beetje begonnen te worden zoals andere kandidaten in de Peking Express. Het race-element, het alleen maar willen winnen, met oogkleppen voor, zonder daarbij te beseffen en te genieten waar je bent. Oké. Hey buschauffeur, we gaan je busjes lopen. Hey buschauffeur, we gaan je busjes lopen van je val. Gaan we dan. Goed, thank you, bye Lala, thank you. Elias heeft iets meer moeite om de knop in één keer om te zetten. Maar gelukkig hebben we met elkaar gepraat en vind ik dat hij dat toch heel snel wel gedaan heeft. Hallo Korea. Hallo. Hamza. Hamida. Hamza. God bless you. Thank you. Bye. Thank you. Kom staan, Hamida. Bye. Kom schatje. Leuk man. Leuk man. Mongolië is leuk. Okay. Ook Reinier en Klarinka proberen uit de stad te geraken. Nee. Ja, oké. Okay. After stop. Nee. Maar de communicatie wil niet vlotten. De chauffeur wil hen naar het station brengen. Net wakzaal. Daar. Net wakzaal. Er is zo'n probleem van communicatie. Af en toe word je er doodnerveus van. Net. Net op de bus. Net op de bus. Net. Ook tot dan. Onder dan. Daar. Godverdomme. We hebben het gezegd, dan gaat hij toch naar het station rijden. Wat is dit voor een idioot? En we blijven lekker rustig en we genieten hier van uitzicht. Ja. Goed begin, nee. Wat een klootzak, zeg. Ik kan het niet begrijpen dat iemand zo dermate dom kan zijn. Dat kan ik niet vatten. Oh, we zitten nou nog in de file ook. Nou, dat is helemaal mooi. Bij je daar, hè? Bij je daar. Bij je daar wachten. Ga je zeggen, dan ben je met de koe. Dat is ontzettend typisch. Hans en Rani zijn gelukkig op een Engels sprekende Mongool gebotst. You drive like Schumacher. En binnen het uur versieren ze dankzij hem drie opeenvolgende lifts. Hey, but can you go with us? You can ask it to people for us. Can you help us for a minute? Just stop a car?
Die man die Engels sprak, hij heeft die ons echt heel de rit geholpen. Doordat hij dat, dan dat verhaal vertelde, dat die andere man vertelde dat verhaal dan weer al door. Wij verstonden er helemaal niks van, maar blijkbaar was het voor hen duidelijk dat wij ergens snel heen moesten. De zoektocht naar Engels sprekende chauffeurs is volgens Hans belangrijker dan de snelheid. Als je iemand Mongolen vast hebt die absoluut geen Engels spreekt, dan heb je het echt aan je been. Dan weet je ook echt niet dat hij naar de goede plek gaat brengen. Het is eigenlijk constant ja. It's a race, it's really... Okay. And we don't have any money, we don't have any, you know... We have nothing. We have nothing, we so don't have any food. What's the price you are going to get? We don't know yet. It's for honor, okay. For honor. De chauffeur van Reinier en Klarinka heeft eindelijk de stadsrand bereikt. Gelukkig schijnt de zon, zullen we maar zeggen. Ja, en zijn we samen, dat is ook heel erg belangrijk, hè? Ja. Als ik hier alleen in had gezeten, dacht ik denk ik dat ik gek was geworden. Hij kwam er ook om lachen. Bad driver. I don't understand. Very, very good. I have a problem. Na anderhalf uur zwoegen in de stad rijden ze de weg richting het checkpoint in Jargalt-Gaan op. En de man blijft maar doorrijden. Wij hadden begrepen dat hij zich zo schuldig voelde dat hij helemaal verkeerd was gereden, dat hij ons een eind op weg wilde helpen. We moeten ook nog helemaal terug doen, man. Hij is nu juist de hele dag kwijt. Ja, nou, geen probleem. Als je dat nou misschien heel duidelijk gaat zeggen, draait hij nog om ook. Alsof hij iets van Nederlands verstaat. Het is 11:50. Gaat snel de tijd, hè? Ja, gaat heel snel. Al snel keren de kansen van Reinier en Klarinka. Oké, go, go, go. Go, ja. Oh, dit is ongelooflijk. Oké, dit is geweldig. Oké, maar nou gaan we door, nou gaan we door. Na 2 uur zijn alle drie de duo's op de steppen richting Jargalt-Gaan. Vanaf hier is er geen geasfalteerd wegdek en is het land alleen bevolkt met nomaden. Een gemiddelde van maar 1 inwoner per vierkante kilometer. Hans en Rani hebben een lift te pakken die rechtstreeks tot de checkpoint gaat. Maar de chauffeurs willen 30 kilometer voor het einddoel een lunchpauze nemen. Die had honger en die wou en zou op die plek eten. En die had geen zin meer om verder te rijden. Het is Chagnal. 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 Avar. Uroltan. Daan. Chargatan. Eet in Jargatan. Ja, Rani en ik echt zo van, oh my god, die mag hier niet stoppen. Die mensen worden allemaal gaan eten. En wij zo van, nee, dat kan niet. Want als er nog een kans bestaat dat we dan toch niet laatste zijn, dan moeten we echt doorrijden. Dan moeten we er echt wel werk van maken. Jargatan. Oké. Oké, go. Oké, go. Oh, godverdomme. Jargatan. Reinier en Klarinka chauffeur neemt geen pauze. En die arme man, die komt nooit meer thuis vandaag. Dit zul ik echt nooit meer vergeten. Deze lift. Dit kan je echt nooit meer vergeten. Nee. Dankzij hun superlift nemen ze de leiding. Hans en Rani zitten nu vlak achter hen. Elias en Jeske liggen achterop, maar kunnen dankzij een nieuwe lift de achtervolging inzetten. Kom maar dan. Hey, Jargatan. Na veel aandringen vertrekt het busje van Hans en Rani zonder lunch. Je zult toch laatste zijn, maar bol. Doet er niet toe. Bayerla. Dat is toch wel de meest heavy etappe tot nu toe. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar enige twijfel. Maar ik moet wel ontzettend lachen, want we rijden echt in de middle of nowhere. Reinier en Klarinka. Een spel te hebben, maar dan slaat het noodlot toe. Moest een keer voorkomen natuurlijk. Dank u wel. En op de valreep zijn het dan toch Hans en Rani die eerst mogen intekenen. We zijn niet. We first?
Adien? Mm-hmm. Adien? Goed nieuws. En nog één. Mijn hoelste ruiter neemt jullie te paard mee naar zijn ger. Jullie brengen de avond door met zijn familie. Probeer van hen te achterhalen hoe je nee, ger bouwt. Oh, nee. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Erla. Bye-bye. Mininier Hans, dat hij, ja, zegt. Rani, Jackson, Jackson. Kaukso. Zeg gewoon Jackson, hij gaat dat niet ontonen. Jackson. Jackson, oké? Okay? Jackson? Michael Jackson. Ja, die kent hij. Ah, good, Michael Jackson. Dat is niet zo ver meer, hè? Een kilometer of 10? Kilometer misschien, hè? Ja. Nou, een uurtje, mijn gat is er al ver. Oh, wat jotto, dat je maar. Reinier en Klarinka mogen deze etappe niet als laatste eindigen, willen ze kans maken op de finale. Maar hun chauffeur stopt bij een heilige hoop keien. Driemaal moet hij er omheen wandelen. Zo niet krijgen ze ongeluk. En dit terwijl Elias en Jeske goed aan het vorderen zijn. Yellow. Dit moet je doen. Hey. Oké. Stop. Adien minuut. Reinier en Klarinka pakken de tweede plaats. Ze willen meteen de paarden op, maar op één ding hebben ze niet gerekend. Hun chauffeur heeft een andere mening over de lange samenwerking. Hoe is het, Timmer? Gaan we niet door, Timmer? 274 kilometer. Dat hebben we helemaal niet. Weet je wat je wilt? 68.000. 70.000. Nee, laat maar. Dat kan helemaal. Er is tijdens die rit nooit over geld gesproken. En deze meneer die wilde een bedrag wat letterlijk 10 keer zo hoog was als wat wij als totale budget hadden voor de 3 dagen. Ja, laat maar. Wij dachten absoluut dat de situatie zo was dat dit geheel gratis was. En een lift is normaal gratis. Kijk, hoe moet je gewoon 2000? Nee, ik geef niks meer. Ik geef niks meer. Sorry. Nee. Je doet het allemaal voor een spelletje, maar voor deze mensen is het natuurlijk gewoon bloedserieus. En die moeten geld verdienen en het kostte ook geld om ons weg te brengen. Maar ja, aan de andere kant, je doet mee aan dit spel en je zal er toch in mee moeten gaan, want anders red je het gewoon niet. Nou, laat hem maar, dan ga je een beetje over de rooi. Reinier en Klarinka komen weg zonder te betalen. Maar de chauffeur is er wel met een landkaart en informatie vandoor. Zometeen strijden de duo's te paard voor de overwinning. Ik ben ook gewoon heel bang dat ik er vanaf donder, dat ik mijn polsen bijvoorbeeld breek. Althans. Het is in mijn rug geschoten, man. Ik kan niet te doen. De laatste 3 duo's in de Peking Express race zijn in de Mongoolse steppen beland. Die nacht logeren ze elk bij een nomadenfamilie. Met hun veekuddes verhuizen deze Mongolen 4 tot 6 maal per jaar. Afhankelijk van het weer en de graasplaatsen voor het vee. Hans en Rani zijn als eerste bij hun gastfamilie. Oké. Bayarla. Bayarla, Jackson. Zijn we nu? Zijn we nu? Wauw. Links, hè? Hans, links binnenstappen. Links. Ja. Waarom is dat niet meer? Beleefdheid. Ik werd er ook weer even stil van, als je bedenkt hoe eenvoudig die mensen hier dan weer leven. En hoeveel dan ze dan toch over hebben om nu te plezieren en te behagen. Drink, Ark, drink.
De nomaden bieden hen meteen een flinke portie gefermenteerde paardenmelk aan. Mmm, yum yum. Lekker, lekker. De karnemelk. Ik krijg echt meer dan een half liter paardenmelk voor school. Ja, nee, wat moet je daarmee doen? Zeker in doen. Nee. Jeetje, dat is gezellig. Ah. Oh, dit is echt super. Ah, хорошо. Спасибо. Баярда. Ачин хорошо. Юрта, монгольский юрта. Ah, монгольский юрта. Гер. Heerlijk, een kopje koffie, ja, dat heb ik wel zin. Kijk eens, een kleine baby. Het is helemaal in klederdracht ook. Hij is een hele aardige vent, dat zie je gelijk. Ja, dit is echt een schat van een hele aardige vent. Mooie Ger, Sam. Beautiful Ger. Echt heel mooi. Wat zeg ik er nou even? Of Sam is goed. Sam? Ja. Sam. Is... Ah, oké. Okay. Ik ben thuis. Dat is wel lekker dit. Van hun gastfamilies leren de duo's hoe ze een Gertent moeten opzetten. Ja. Ja, daar gaan nog wat Hansen. Ah, de deur. Hans, kijk. Ja, Jackson. De deur. We beginnen bij de deur. Oké, okay, we beginnen bij de deur. Zijn jullie erbij, jongens? Morgen in de proef moeten de duo's zelf tegen de klok een Ger bouwen. En dan valt er een extra amulet van €10.000 en een voorsprong te winnen. Ik ga nog ineens een IKEA-kast in elkaar laten staan. Dat is nog niet makkelijk, hoor. Knopen is jouw werk, scheepsdochter. Is het... Moeten we dat met z'n tweeën doen? Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Weet je wat je moet leren? Je moet leren of je hem boven of onder eroverheen legt. Ja, maar ook wanneer je er tussendoor moet doen. Juist. Maar de volgorde, als je die in je hoofd hebt, dan weet je het. Want daar gaat het namelijk om. Ik ben geen scouting-type. Dat is helemaal niks voor mij. Oh. Maar we moeten wel winnen. Zo, is dat Gielke. Huh? Goed. Daar? Bravo! We hebben nog meer voor dingen. Reinier is de zwaarste kandidaat. Ha! Kijk nou! En dat is ook zijn gastfamilie niet ontgaan. Wat krijgen we nou, hè? Ik schrik me helemaal. Leplaats. Wat wil je nou met me? Ik heb net gegeten. Nee. Nou, doe je best. Zet hem op. Oh god. Volgens mij heb je verloren. Nou, ik vind het helemaal niet erg. Hij heeft het blijkbaar niet koud. De paar uurtjes voor zonsondergang gaan de teams volledig op in hun omgeving en valt de stress van de race van hen af. Ik heb gewoon geiten gedreven in Mongolië. Leuk, hè? Hoe ben je dit? Nou, dit is helemaal adembenemend. Echt onwerkelijk, hè? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik word je helemaal stil van. Het is zo, dit is zo mooi. Hè? Dat was zo'n mooi plaatje. Dat maakt dan echt een hele diepe indruk. En dat, dan, ja, dan realiseer je ook wel weer waarvoor je zo'n reis maakt. Kijk. Zo. Hij gaat los, hè? Ja. Hij is los. Geknapt? Ik hoorde het. Ja. Tak. Ja, dit zijn wilde paarden, joh. Dit is echt ongelooflijk. Hè? Ja, op dat moment voel je je extra verbonden met elkaar. Dat je dat samen meemaakt en daar samen net zoveel van geniet eigenlijk. We houden ook erg veel van elkaar, gelukkig maar. Het hart spreekt nog steeds. Bij Hans en Rani is de vriendschap in de vorige etappe zwaar op de proef gesteld. En ook hier doet de steppe wonderen. Ik denk dat bij Hans nu de rust een beetje teruggekeerd is, zolang dat hij er niet mee geconfronteerd wordt met hen. Hij is nog heel onzeker over ook waar dat ik sta. En ik probeer hem ook altijd te zeggen van kijk, ik sta achter u. Ik kan wel zo slapen. Slaap. De rangen worden gesloten nu ze Peking in zicht hebben.
Als ze nu dingen winnen, als ze nu de etappe winnen, dan zijn we safe. Hè. Dan kunnen we gewoon de laatste... Nee, dan, als wij de etappe winnen, dan staan we safe voor de finale. Liever nu safe dan moeten vechten voor punten, de laatste dingen. Bye bye. Niet meer snel. De volgende ochtend is het na het afscheid van de gastfamilie tijd voor de proef van de steppe-etappe. Welkom iedereen op de steppen van Djangald gaan. Jullie hebben gisteravond gezien hoe jullie nu precies een ger moeten bouwen. En op een uur paardrijden hier vandaan, in die richting, gaan jullie drie pakketten vinden om zelf een ger te bouwen. En je mag ook de hulp inroepen, eventueel als je dat zelf wil, van een van de zonen van jullie gastfamilies. Je weet wat er te winnen valt? Deze amulet en ook een betere startpositie voor het tweede deel van deze etappe. Ik had absoluut niet verwacht dat we gingen moeten paardrijden. En eigenlijk ook een beetje het laatste waarop ik gehoopt had. Je moet zeggen tjoe tjoe. Tjoe tjoe. Tjoe tjoe. Tjoe tjoe. Tjoe tjoe. Tjoe tjoe. Hey Jackson. Jackson. Jackson, me too. Allee, go. Let's go. We proberen het gewoon nog. Oké, kom maar. De teams moeten te paard naar de proeflocatie en meteen beginnen bouwen aan de ger. Ik heb geen controle over die beesten. Dat voelen ze ook op een of andere manier meestal. En ik ben ook gewoon heel bang dat ik er vanaf donder, dat ik mijn polsen bijvoorbeeld breek. Maar ervaren of niet, het is de voorlaatste etappe en nu is het alles op alles. Hey. Gaat dat wat beter? Zit er lijkt een kreupele paard erin. En op dat moment heb ik mijzelf gewoon opgepakt van kom aan, gewoon ja, over mijn lijk, gewoon gaan tot de laatste snik. En op dat moment vergeet je ook de pijn. We moesten dit gewoon doen om op tijd ergens te zijn. En op het moment dat ik dan mezelf een tikje die grens overduw, dan ga ik er gewoon voor en dan probeer ik het gewoon. Ik ging vandaag als een speer op een paard. Althans. Het is in mijn rug geschoten, man. Ik kan niet te doen. Vandaag Elias en Jeske nog juist voor ons. Ik had zoiets van, kom aan. We gaan er tegenaan. Want ik had zoiets van, als we op hetzelfde moment de ger beginnen bouwen, dan vrees ik ervoor. Scheiße. Oké, Jackson. De winnaar van de proef krijgt buiten een voorsprong ook een extra amulet. Als ze Peking Express winnen, kunnen Reinier en Klarinka en Jeske en Elias hun huidige twee amuletten inruilen voor een totaal van 20.000 euro. Hans en Rani hebben nog maar één amulet. Hier, hyper. Heb je mijn been niet meer? Maar ze komen wel aan als eerste op de proeflocatie. Maar stop als afstapte, Rani. Ik heb mijn been niet meer. Ja, ik kan het niet voor staan. Hey, nee, let's go. Okay, rap. Rapper. Ja. Wat? Hey, rapper. Ja, maar wacht, Jan. Rap. Kom, baby. Oké. Goed zo. Hey. Ja, maar Rani, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ze staan niet even hoog. Nee, weet het niet. Gewoon. Dat geeft niet. De rest is ook, doet gewoon rustig. In het begin ging het voor geen meter. Let's go. Allee, hup. Oké. Oh, de deur staat. Oké. Pak jij het volgende rek? Hans, je moet goed kijken, hè, want er zijn er hier verschillende die verkeerd zitten. Gaat goed, schatje. Ik doe mijn best. Met je pen bouwen. Oké, wij gaan dat binnenin doen. Ja, we gaan dat binnenin doen. Nee, niet. Ja? Ja. Doekkrans langs de zijkant. Oké, dat komt in orde. Rustig voortdoen. Okay. Rustig en marineerd, want we staan ietsje voor. Dat is te kort. Duwen, naar achteren duwen. Naar deze kant. Naar de ja, maar je hebt het niet goed gedaan. Je moest eerst hier links en rechts van de deur, heb ik nou al drie keer gezegd. Mijn tante in Mongolië heeft een tent. Hey, hoi. Nee, je moet eerst die links en rechts van de deur doen, heb ik nou al 10 keer gezegd. Ja, maar dan valt hij eruit. Nee. Leg dit erop? Goed, maar weer 10 jaar. Kanker en bouw. Kom. Oké, let's go. Oké, uitklappen. Rani, zeg dan wat next. Next. Dat jongens, je deed dat zo precies met precisiewerk dat ik er zenuwachtig van werd. Next.
Ik dacht de andere teams heel snel vooruit gaan en wij waren een beetje aan het stumperen. En alle palen die vielen om en het ging volledig mis. Ja, wat is dat nou? Weg daar. Wat een Mongool is dit, zeg. Ja, het was een leuk schouwspel volgens mij. Dat is echt het allerlaatste. Waar moet daar aan? Op het dak. Heel mooi over het dak. Jawelle! Wauw! Oké, kom. Go. Go. Stop maar iedereen, we hebben een winnaar. Kom er allemaal bij mij. Yay! Jackson! Het is echt al goed gelukt. Was een supergoed gevoel achteraf. Het weer zat niet echt mee, maar Hans en Rani, jullie hebben er anderhalf uur precies over gedaan. Dus jullie krijgen deze amulet. Alsjeblieft, al die mag van hier. Goed gedaan. Dan mogen jullie zo meteen beginnen verder te liften en ik zie jullie allemaal in het jury. Oké. Tot dan. Dankjewel. Bye, Erla. Het leukste gevoel dat ik eraan overhield, was eigenlijk van oké, we mogen echt eerst vertrekken. Dat was voor mij het voornaamste. Today we have a race to ondergaan. Two persons. Hans beseft dat de gewonnen voorsprong enorm belangrijk kan zijn. We wisten als eerst in de toekomende 8 punten gingen pakken dat we safe waren voor Peking. En dat was toch echt wel een must op dat moment. If you take us with you, we are the first. Two people. Okay, thank you very much. Thank you very much. Reinier en Klarinka mogen niet als laatste eindigen. Willen ze nog kans maken op de finale? Ja, we hadden toch een beetje het gevoel van het is nu alles of niets. Als we laatste worden, liggen we eruit. Maar de dag voordien nam een boze chauffeur hun kaart en al hun informatie. Ze weten zelfs niet waar de eindstreep ligt. We wisten natuurlijk wel een paar namen, maar we wisten het niet specifiek. Kaart, die twee plaatsnamen. Er zit niets anders op dan de informatie te vragen aan Elias. Onze aartsvijand, tussen haakjes. Ja. Luister, okay, beloof je dan dat je hem niet meer gaat uitvoeteren de volgende keer? Als jij ook mij niet meer gaat uitvoeren. Ik ga niks meer doen, dat heb ik jou beloofd bij het klooster. Kijk me eens aan, moeten we aankijken. Jij mij ook niet. Jij hebt ook een beslagen brilletje, ik ook. Kijk me eens aan, Renier. Gaan we niet meer doen dan? Nee hoor. Ik beloof het. Oké, nou ik hou me altijd netjes hoor. Luister, zeg nou gewoon dat je het belooft, dan zijn we klaar. Ja, ik beloof het. Oké, goed, klaar. Nou, heb je het goed opgeschreven? Het is Sjoor met C. Gaat lukken. Oké, bedankt. En wel eens laten binnenkomen dan. Hè? Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Oké. Okay. Ik vond het niet zo vernederend, nee. Ik hoop dat hij de humor er ook nog steeds van inziet. Het zou kunnen zijn dat hij dat niet doet. Maar in principe zou ik het wel leuk vinden als we elkaar nog een beetje de loef af kunnen snijden. We waarderen het gebaar. Ik vind het toch wel... Ik zou alleen niet, waarom ga je me dan niet meer uitschelden? Je had hem toch niet uitgescholden? Nee, dat is waar. Oh, in het klooster misschien. En je weet dat hij wat emotioneel is. Laat het nou. We hebben netjes gedaan, toch? Heb jij heel netjes gedaan. Ik ga hem wel verslaan. Dat zullen we nog wel zien. Reinier en Klarinka mogen als tweede vertrekken met een half uur achterstand op Hans en Rani. Hallo, machine ondergaan? Da? Fantastisch, oké. Daar. Fantastisch. Bijna. Zo, we zijn lekker snel weg, schat. Dit gaat goed. Helemaal super. Oké. Oké, Jes. Hij zit helemaal vol. Geef niet, kom op, proberen. Elias en Jeske vertrekken als laatste met 1 uur vertraging. Maar de eerste wagen die voorbij komt, pikt hen al op. Dan sta je in de middle of nowhere. En er komt een auto en we pakken hem gewoon. Ja, ik denk dat mensen zich gewoon best wel snel meenemen. Juist omdat ze weten... dat als zij je niet meenemen, dat je daar nog een uur staat of zo. Op dat moment liggen Hans en Rani goed voorop. Die gasten verscheuren als gekken over die baantjes. Ja, op een bepaald moment had ik meer indruk bij Paris-Dakar aan het rijden waren dan wel anders. En bovendien gaan Hans en Rani recht door de steppen richting finish in Tjeur. Terwijl de twee andere duo's op de hoofdweg blijven, die een omweg maakt via het provinciestadje Undurgaan. Oké. Bijna. Reinier en Klarinka worden vlak voor het stadje gedropt. Zo, ja? Terwijl de lift van Jeske en Elias hen vlak na het stadje zal droppen. Go. Wat nou, joh?
We hebben een half uur op hem gepakt. Oké. Bangalala. Weet je wie dat zei? Jeske en Elia zitten erin. Heb je het echt gezien? Ja. Hoe kan dat nou? Dat kan haast niet, want ze hebben een half uur vertraging. Nou, wij hebben hier eens even stilgestaan. Ja, maar geen half uur. De duo's mogen nog maar anderhalf uur liften. Elke meter die ze vooruitkomen telt nu. Hallo. Hallo, Russisch. Hallo. Russisch? Ruski, je ziet. Daarna blijft je toch weer in ongerustheid zitten van... Jezus, als hij hem opnieuw lek rijdt, zit hij weer compleet verkeerd, hè? Jeske en Elias gaan voorbij het provinciestadje zelfs gewoon lopen. Hans en Rani zijn op dat moment gestrand. Ja. Hij is tramerend. Ja. Okay. Ja. Welkom to Mongolië. Met nog een uur en een kwartier te gaan, vinden Reinier en Klarinka een chauffeur die in ruil voor benzine een stukje wil rijden. Ayla. Oké. Maar ze hebben maar 9 euro meer. Da. En de chauffeur begrijpt niet echt wat de bedoeling is. 5000. Ajin. Ajin chas. Goed, chas net. Moet denken. Ja, tu. Binten. Da. 5000. Het is maar een uurtje rijden. Ajin chas. Malinki kilometer. Deze vent heeft de hersencel van een schildpad. Klein stukje. Je bent moe en je hebt het gehad en je hebt de andere twee voorbij zien komen en je wil zelf ook verder komen. Het is je laatste kans voor je gevoel. En omdat ik deze man ook zo, ik wil niet zeggen dom, maar zo onnozel. Er viel echt op geen enkele manier, ook niet met gebarentaal, met deze man te communiceren. Ik word je helemaal bloed en vuist. Ja, Nepanimayo. Ook skolken. De chauffeur van Reinier en Klarinka rijdt naar een vriend die misschien kan helpen bij de communicatie. Ondertussen komt het einde van de lifttijd steeds dichterbij. Het gaat me natuurlijk niet als het net gegeven. Hortang. Ze deed op mijn doel. Schiet op. We kunnen hem absoluut niet duidelijk maken dat er klopt is. Shame, stop. Shame, stop. Ajintjas. Jeget. Ajintjas. 50 kilometer. Hij moet met de sneeuw zeggen wat ik het zag zitten weer. Schelp! Come on, drive! We zien het. Zag je wat? Nou, dit is een spelletje. Zag je wat? Ja, maar. Die hoeven zo te gaan. Ja, nu kan niet mee. Finish, kom op. Finish or not? Drive. Tientje. Niks zeg het ook. Oh, 1 hour! Klootzak! Klootzak. Wat een lul. Jezus. Fucking klootzak. We gaan nog niet naar huis. Met nog een half uur lifttijd te gaan, zijn Hans en Rani opnieuw gestrand. Misschien moeten we ons hopen op Renita Klarinka. Dat ze uit de modder komen helpen. Kom maar. Onweer ook. Dat heeft toch geen zin. Kunnen we beter hier blijven, in de bewoonde wereld? Dat we nog een beetje een normale nacht hebben. Jeske en Elias moeten op de steppen een onweer doorstaan wanneer het 7 uur is en het racen wordt stopgezet. Ze zoeken een slaapplek bij de dichtstbijzijnde Gertent. Hallo. Dit is minder... Hè? Maar dat maakt niet uit. Als de kachel maar doet. Gaat iemand terugzak? 50 kilometer verderop richting finish laten Hans en Rani zich afzetten in een klein dorpje. Wanneer?
Maar houdt hier nog van mijn doen, dan hebben ze wel geld voor je. Ja. Die lui niet. Oké, nee. Hm? Ja, iets gezien. Ja, oké. Oké? Daar, maar no problem. No problem. Benzin. €450. Dat is meer dan hetgeen dat er vraagt. Not more than that. Die mensen hadden ons compleet verkeerd begrepen. Die hadden gedacht dat wij een volle tank zouden geven. Die rekenen op $50. En oh my god, ja, mijn eerste bekommernis was onze veiligheid. Hey! Oh! Hey! Hey! Kom maar, man! Hey! No! Oh! Los of no dollar, hè? Los of no dollar? No dollar. Los of no dollar, man? Los of no dollar? Hé, los, man. Wat was je bezig? Los, zei ik u. De enige manier om hen duidelijk te maken dat we geen $50 kunnen geven, want dat hebben we niet, is echt keihard zijn. Eigenlijk hebben we die mensen op een bepaalde manier liggen. Ik vind dat heel erg. Dat was absoluut niet de bedoeling. Maar we konden echt die $50 niet geven. En, gelukkig hebben ze uiteindelijk losgelaten. Ik ben redelijk hard geweest. Ik vind het absoluut niet plezant. Zeker niet tegen mensen die het al niet breed hebben. Gewoon doorstappen, weet je. Hans, kom, we stappen door. We gebaren ons van niet. En zij moeten maar de pot op, om het zo grof te zeggen. Het is één keer dat het huh? Ik vind het wel ambetant, want die mensen hebben ons niet verder gebracht en nu is het... Ja, dat vind ik wel slecht, ben ik. Ik ook, maar ja, wat moet je doen? Nou, wil jij nog een kruisje slaan of niet? Het ziet er niet uit als een hotel. Reinier en Clarinka vinden gratis onderdak in een fabriekshotelletje. Oh, kijk. Ben jij zo gek? Kijk nou, joh. Ah. Huh? Oké. Alleen geen beddengoed. Ja, luister, het is een bed. Pas mijn dagje wel. Kan je wel zeggen, ja. Zo. Ja, ik heb me kostelijk vermaakt. Ik heb me ook erg vermaakt. Ik vind het wel kloten dat al mijn kleren nat zijn. Ja, het moet ook geen dagelijkse kosten worden of zo. Weet je, dat je een week lang elke dag zo... Nee, maar ik heb eigenlijk heb ik nu voor het eerst... Het gevoel. Ja, even gaan. Ja, dat had ik ook. No money. You sleep, yes. Yes. School director. You have a school here? School, yes. School. Yes. And school. Director, school. Oh, Max. Oh, la, 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 la. Thank you. Oh, la, la. Bayerla. 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 Good night. Bye-bye. Bye-bye. Ik had dat je wel op slot, Hans, want vertrouwen te leek niet. Zometeen de sprint naar de finish van de etappe. Dit was gigantisch spannend. Pas op. Blijven Reinier en Clarinka kans maken op een finale plaats? Stop. 1 minuut. Om 8:00 ochtends start de race naar de finish van de 9e etappe. Aan de streep valt er weer een amulet van €10.000 te verdienen. Is het al... tijd dan? Hè? Is het nou al tijd dan? Nee, mag je beginnen? Maar er is meer. Als Reinier en Clarinka laatste worden, krijgen ze maar 4 punten en kunnen ze de finale in Peking niet meer halen. Hallo? De situatie van Hans en Rani is totaal omgekeerd.
Hey Manu. Als zij eerste worden, krijgen ze 8 punten. Mogen die noten zelf niet pakken? En zijn ze zeker van een plaats in de finale. Benzin, 2000. Toen hem het geld erin. Ja. I give you a jacket. My jacket. To chore. Jacket. Jacket. Try it. Benzin ook wat. Ik kan het een keer proberen, hè? Try it. You can try it. De duo's moeten naar de finish in Chur. Hans en Rani liggen voorop in een klein dorpje. Terwijl Jeske en Elias en Reinier en Karinka op 10 kilometer van elkaar zitten bij Undurgaam. Maar Reinier en Klarinka zitten in het stadje zelf. En dat blijkt een voordeel. Even stop. Oké. Wie? Daar gaan. Daar? Meer? Machine. Nou ja, meer kan ik niet vragen. Hij gaat die kant op. Oké. Nou, schat. Ik hoop dat het goed gaat. Ja. Elias en Jeske zetten alvast te voet de race in. Ja. Vanmorgen zijn we weer gaan lopen. Niet omdat we dachten dat dat handig was voor de ranking of zo, maar meer. We hebben geen zin om uren en uren stil te zitten. We gaan gewoon lopen met de duim en we zien wel. Nou, die duim die was niet nodig, want er kwam gewoon helemaal niks langs. En op een gegeven moment 1 auto. Om even opzij, want ze gaan gehyped hier langs. Ja, dat is Elias. Nee. Jeske en Elias. Ja. Ik glimlachte vriendelijk. Hallo, tot ziens. En dat was gewoon even wel grappig, vond ik zo. Neem aan dat het Reinier is. Ja, dat neem ik ook aan. Zo, dat keek toch pissig, keek hij. Ja. Ja, hij kon geen lachje af op de vroege ochtend. Ja, natuurlijk. Hij zag mij ook heel goed. Voor Reinier was het een soort zegen, denk ik. Hij grinnikte ook op een bijna gemene manier naar Elias uit het raampje en zwaaide. En hij vond het eigenlijk wel heel komisch dat Elias niet kon lachen. We zijn echt niet ver gekomen. Nee, niet ver. Die keken eigenlijk zo bitter eigenlijk. Ik weet niet waar ze geslapen hebben. Okay. Maar wij zijn zo dankbaar voor deze lift. Ja, wij zijn zo dankbaar voor deze lift. Nou, jammer. Ja, vette pech. Niks aan te doen. Gewoon door. Waarschijnlijk zaten ze in de stad dat ze daar wat hebben geregeld. Ja. Ah, kapot, zie. Oké, ik ga blijven door. Daar hebben we nog een auto. En daar hebben we een auto. Hans en Rani lopen al 45 minuten te smeken om een lift. Met veel misverstanden en weinig resultaat. Tjor, tjor. Ons antwoord op alles, ja. Als je de vraag stelt of je mocht meeliften met Gent, dan zeggen ze ook ja. Op het moment dat je rugzak in een auto kiepert, eigenlijk, is het dan uiteindelijk nee. Heel raar, heel raar, heel raar. Machine? You? Good man, good heart. Good. Yes. Please. Oké? Ja, daar. You? Please. You're a good man. Yes. Niet te veel vragen. Ja. Hans instappen. Dat kan gewoon niet dat hij dat gaat doen. Ze zot. Bayerlaag. Ja, dat is nog wel eens wat anders dan de Anders is Anders show. Dan de surprise show. Dit is de surprise show. Reinier en Klarinka gaan ervan uit dat ze nu tweede liggen. Genoeg om kans te blijven maken op een finale plaats. Nou, Hans en Rani zijn natuurlijk alweer ver vooruit. Hoe die het elke keer voor elkaar krijgen, ik blijf me er over verbazen. Door het lange zoeken naar een lift liggen Hans en Rani echter achterop. Met een paar kilometer hobbelige steppen tussen de twee duo's. Je wordt compleet door elkaar geschud van links naar rechts. Je weet absoluut niet waar ze je gaan afzetten. De baan is echt een ramp en dat stopt niet, stopt niet. En hij weet dat we naar Tjor moeten, hè? Ja. Oh, ik vertrouw die gasten voor in haar. Het zat als bij de 200 meter uit, weet dat. Hey, zullen we doen? We hebben toch aangezien we niks anders te doen hebben. Het zonnetje komt door. Het zonnetje komt zelfs door. Bij gebrek aan wagens gaat Jeske de toekomst lezen. Dan gaan we naar de finale in Peking. Ja. Ik vind hem vrij duidelijk. Ik ook. Komt er vandaag nog een auto langs? Nee. Oh. Nou, dan kunnen we lekker onderuit zakken.
Hans en Rani winnen meter per meter terrein op Reinier en Klarinka. Ja, ja, ja. Hans, zie je het water? Daar in de weg. Zie je dat? Concurrent. Concurrent. Oké. Okay. De finish van de 9e etappe ligt in het hartje van de Mongoolse steppen, in het dorpje Tjeur. Het was vroeger een basis voor het Rode Leger, maar sinds de Russen zijn vertrokken is het dorpje helemaal ingedommeld. Aan het station, langs de Trans-Mongoolse spoorweg, wacht ik op de drie duo's die nu nog in de race liggen. Bij het binnenrijden van Tjeur krijgen Hans en Rani eindelijk de kans om de wagen van nietsvermoedende Reinier en Klarinka in te halen. Go, 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 concurrent. Concurrent. Vakzaal, vakzaal. Vakzaal. Go, 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 go. Ja. Fuck. Nee. Ik zag een jeepje en ik denk, hey. Hey, 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 quick, 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 quick. Nou, en Reinier begon op dat moment als een bezetene tegen de chauffeur te roepen van harder, harder, harder. Vakzaal, 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 vakzaal. Stop, 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 stop. 1 minuut. Pak die touw. Kom op, Kajka, kom op! Kom op, yes, yes, ons duo is gevallen. Fuck it. Kom maar. Jongens. Nou, net die laatste 50 meter moeten inhalen en voor ons eindigen. Dat vond ik een klein beetje zuur, omdat wij de punten toch nog wel veel beter konden gebruiken dan zij. Dat meen je niet. Het was gigantisch spannend. We hadden gewoon de kans gehad om eerste te worden, maar helaas, we zagen de situatie te laat. Zo, oh, goed gedaan. We waren al een paar uur achter jullie aan het rijden. Nee, dat is niet. Nee, we hebben jullie helemaal niet gezien. Ja, al een paar uur. Goed gedaan, joh. Ongelooflijk, een etappe van honderden kilometers over de slechtste banen, waar er bijna geen enkel auto passeert, komt je uiteindelijk echt op de minuut, op de seconde zelf, tezamen toe. Ongelooflijk. Om 3 uur wordt de race stilgelegd en worden Jeske en Elias opgepikt. Zo, een bloedstollen ontknoping van de 9e etappe. Rani Hans, gefeliciteerd. Met niet één, maar 2 amulettes. Eentje hadden jullie al bij de proef opgepikt. En jullie hebben nog eentje van mij te goed. Die kregen jullie nu. Alsjeblieft. Nou, we wisten al dat Rani en Hans en Reinier en Klarinka als eerste binnenkwamen. Maar de vraag is, Jeske en Elias, waar waren jullie toen? Nou, heel ver weg. Kijk maar. 182 kilometer. Hier vandaan waren jullie toen nog. Slecht. Dat is onwaarschijnlijk. Twee duo's die gewoon binnen 5 seconden van elkaar komen. En jullie daar 182 kilometer achter. Ja, je moet je altijd onderscheiden. Oh, dat hebben jullie bij deze gedaan. Als we kijken naar de nieuwe rangschikking. Rani en Hans staan op 1 met 57 punten en 3 amuletten. Tweede is Jeske en Elias, 53 punten, 2 amuletten. En Klarinka en Reinier, 50 punten en 2 amuletten. En als je dan zo een klein rekensommetje maakt, dan weet je al dat Hans en Rani zeker de finale spelen in Peking. Dus proficiat bij deze. Jullie gaan naar Peking. Dank je. En in de volgende etappe zullen we moeten uitmaken wie van jullie mee mag ook naar Peking. Jeske en Elias of Reinier en Klarinka. We zien jullie bij de start. Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben. Humo! Volgende week wordt in de Gobi-woestijn beslist welk duo mee mag naar de finale in Peking. Het is erop of eronder. Zullen Hans en Rani neutraal blijven? Op dat moment is er bij mij een klik gekomen. Wie maakt kans om zijn amuletten te verzilveren? Heel eerlijk. Ja. Ik wil niet naar huis, ik wil naar Peking. Go, 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 go! We zijn in het busje. Het is echt bloed en bloedzwaar. Echt waar.